inhoud van de MKB verzuimontslagverzekering. Nou, we kennen allemaal de gewone verzuimverzekering. Nou, de MKB verzuimontslagverzekering die lijkt daar in heel veel punten op. Ik wil ze toch even doornemen. Nou, net zoals bij een gewone verzuimverzekering kan ik bij de MKB verzuimontslagverzekering de werkgever kiezen uit de verschillende eigen risicotermijnen. En hij kan ook kiezen uit het loondoorbetalingspercentage wat hij wil verzekeren in het eerste jaar of in het tweede jaar. Nou, daarnaast heeft hij de keuze om werkgeverslasten wel of niet mee te verzekeren. En in de MKB verzuimontslagverzekering zit ook een premiedemping. En die is en die telt eigenlijk, en dat betekent eigenlijk dat je als werkgever, hoe kleiner je bent, hoe kleiner het aandeel is wat jouw verzuim meetelt in de totale. In het totale verzuim ten aanzien van de premies voor de komende jaren. De verzekeraar die regelt de Arbozorg. Avero Achmea die werkt samen met de Arbodienst Experience. En zo zijn, ze hebben alle verzekeraars hun eigen Arbodienst. De werkgever die krijgt 100% vergoeding van alle stappen die de bedrijfsarts adviseert. Die interventiekosten ja, die kunnen best wel oplopen. Als je denkt bijvoorbeeld aan een traject bij een rugcentrum of een traject voor een burn-out of een mediation. Dat zijn trajecten die zomaar 4.000 euro kunnen gaan kosten. Als mede een AD-onderzoek, op het moment dat je na het eerste jaar ziekte een arbeidsdeskundig rapport opmaakt, om even te kijken van wat zijn de mogelijkheden in het tweede jaar. Ook die kosten die vallen onder de MKB verzuimontzorgverzekering. Daarnaast worden ook verzuimkosten verhaald als die door iemand anders veroorzaakt worden. En er is één contactpersoon bij de MKB verzuimontzorgverzekering. En als ik even naar Avero kijk, daar wordt echt vanaf dag 1, dus daar zit echt een apart team voor de MKB verzuimontzorgverzekeringen. En op het moment dat daar een ziekmelding binnenkomt, dan is er één contactpersoon en die heeft vanaf ziektedag 1 contact met werknemer en met werkgever. En dat contact is best intensief en kan wekelijks zijn of tweewekelijks zijn, maar er is in ieder geval veel contact. En er wordt in ieder geval ook hulp en begeleiding geboden bij bijvoorbeeld een plan van aanpak opstellen met eventuele bijstellingen nog daarin. De eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie van de WIA, advisering over het aanvragen van een deskundigenoordeel. Nou, ook wel een onderwerp wat in ieder geval belangrijk is. En de werknemer die wordt eigenlijk meegenomen door diezelfde contactpersoon na een jaar om te kijken van wat zijn wat betekent langdurig ziek zijn in het tweede jaar qua inkomen voor die werknemer. Maar ook wat betekent instroom in de WIA voor de inkomsten van die werknemer. En door die werknemer daarin mee te nemen, nou, weet in ieder geval waar die aan toe is. En kan die ook zelf bepalen van wat ga ik nog intensiever kijken op tweede spoor. Of ga ik andere mogelijkheden onderzoeken. Het is een soort meer bewustwording. Dan toch even nog Avero, die heeft een mooi online meldloket waarbij je ziek- en verzuimmeldingen kan doen en waarbij je direct overzicht houdt over hoe het verzuim van je bedrijf eruit ziet. Nou, en dat ziek- en herstelmelding, dat moet je natuurlijk bij elke verzekeraar doorgeven. Dus dat. Ik heb hier nog even een overzicht met eigenlijk alle opties. Nou, dan zie je eigenlijk aan de linkerkant geen verzekering. Dus iedere werkgever heeft eigenlijk vier opties. En ja, persoonlijk denk ik van hoe kleiner je bent, hoe verder je, hoe meer logisch het is dat je opschuift naar de rechterkant. De linkerkant eigenlijk geen verzekering. Nou, dat zie je natuurlijk de grote bedrijven die verzuim niet verzekeren. Die eigenlijk een potje maken en eigenlijk op het moment dat een langdurig verzuimgeval er komt, uit dat potje dat geld voor die werknemer betalen en eventueel voor vervanging zorgen. En ook zelf een arbeidsdienst regelen. En ook daar vaak mensen voor hebben die weten wat langdurig verzuim betekent. En ook weten hoe ze op welke manier ze daarop moeten acteren. Nou, dan heb je de
alleen de verzekering, dus de loondoorbetalingsverzekering alleen, dus zonder arbeidsdienst. Dan verzeker je alleen het financiële risico. Nou, dat kan ook een optie zijn. Als je wat kleiner bent dan de hele grote, maar voor een aantal, laten we zeggen, vanaf 25 werknemers, zou ik me dat 25, 50 werknemers zou ik me dat zo voor kunnen stellen. En dat je dan zelf daarnaast nog een arbeidscontract regelt. Nou, dan de derde optie is eigenlijk de gewone verzuimverzekering zoals we hem nu kennen, de uitgebreide. Je hebt dus het loon, doorbetaling heb je verzekerd en daarnaast heb je ook het arbo-pakket geregeld. En dan komt daar nu het blauwe blok bij, de MKB verzuimontzorgverzekering. Dat is eigenlijk de meest uitgebreide optie. Werkgevers die zijn verzekerd voor het loon. De arbeidsdienst is helemaal ingeregeld, maar ook de begeleiding van werkgever en werknemer is inclusief. En ook de begeleiding in de administratieve plichten, daarbij wordt de werkgever geholpen. Nou, campagne MKB Nederland. Vorig jaar gelanceerd. Nu mooier gemaakt. Er staat heel veel productinformatie in. Er staan ondernemersverhalen in. Nou, sowieso heel erg mooi om dat te horen. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat er ook een scan nu op staat. Waarin wordt aangegeven hoeveel risico loop je nou als werkgever. En wat betekent het nou als één of twee van mijn medewerkers langdurig ziek worden. Nou, in het rechtervakje staat even de voorbeelden van die pagina. Je kunt alles heel mooi invullen. Je krijgt uiteindelijk een berekening wat de kosten voor jou zijn. En ik vind sowieso ook mooi dat het vanuit MKB Nederland dit wordt gepresenteerd. En dus niet vanuit een verzekeraar of vanuit de Verbond van Verzekeraars, maar vanuit de branchevereniging zelf. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. Kort mag aanvullen. Mooi dat je die campagnewebsite noemt. Vanuit Advis zijn we er ook al bij betrokken geweest. En misschien leuk voor de kijkers om te weten. Als je Advis lid bent en je kijkt, je gaat straks naar loondoorbetaling bij ziekte.nl. Daar zit een Advis adviseurzoeker in. Dus op het moment dat werkgevers op zoek gaan naar informatie over die verzekering, dan gaan ze jou als adviseur in principe ook terugvinden. Dat is misschien nog een leuk weetje voor de mensen die kijken. Ja, leuk. Dankjewel. Nou, ik kom bij de afsluiting eigenlijk van de tips om mee te nemen bij gesprekken die u wellicht met klanten heeft. Ik heb even eigenlijk de belangrijkste dingen die ik op deze presentatie heb genoemd bij elkaar gezet. Nou, de verlaging van de AOF-premie per 1 januari 2022, dat is een hele belangrijke, waardoor de werkgever eigenlijk meer financiële ruimte krijgt om bijvoorbeeld zo'n loondoorbetalingsverzekering aan te schaffen, maar ook kan hij dat geld gebruiken om dat op een andere manier bij reïntegratie te gebruiken. De opzegging van de arbeidsdiensten is altijd een belangrijke. Arbeidsdiensten hanteren nog andere opzegtermijnen dan bij de meeste andere producten geldt. 3 maanden is wel een gemiddelde. Dus betekent dat overstappen per 1 januari betekent opzeggen voor 1 oktober bij de betreffende arbeidsdienst. Volgens mij zijn we met z'n allen mooi op weg om die MKB verzuimontzorgverzekering goed te noemen en daar wat moois van te gaan maken. Op het moment dat er meer van dit soort verzekeringen worden gesloten, dan helpt het ook de politieke discussie om de loondoorbetalingsperiode bij ziekte in stand te houden zoals die nu is. De campagne en website vanuit MKB Nederland heb ik al genoemd, wil ik nog een keer noemen. En daarnaast, Avero heeft een mooie pagina met de updates op het gebied van collectief inkomen, inkomenbreed. Die heb ik onderaan nog even genoemd. Dus mocht u daar nog informatie willen zoeken, dan is dat in ieder geval een weg om die informatie te vinden. Even kijken. Dan is het nu tijd voor het filmpje van Francisca Rozen, waar jij het in het begin al over had, van Schouten Zekerheid. Die ga ik nu instarten. Mijn naam is Francisca Rozen. Ik werk als adviseur inkomensverzekeringen voor Schouten Zekerheidmakelaars in Rotterdam. Wij zijn een onafhankelijke makelaar en in die hoedanigheid is ons ook gevraagd om u een toelichting te geven op de MKB verzuimontzorgverzekering.
De MKB Verzuimond Zorgverzekering die brengen wij standaard bij onze relaties onder de aandacht. Dat doen we zowel bij nieuwe als bij bestaande relaties. Vooral voor kleinere ondernemers biedt deze verzekering meer financiële zekerheid. Wij brengen het verschil in voorwaarden en ook in premie in beeld. Dit jaar hebben al zo'n 300 ondernemers voor deze verzekering gekozen. Voor wie is deze verzekering geschikt? Nou, met name voor kleinere ondernemers die dus geen HR of P&O afdeling hebben, die ze kunnen helpen met de ingewikkelde wet en regelgeving bij langdurig verzuim, hebben voordeel bij het afsluiten van deze verzekering. Wij merken ook dat bijvoorbeeld veel bedrijven nog niet weten dat je bijvoorbeeld ook de verplichting hebt tot het afsluiten van minimaal een basiscontract arbeidsdienstverlening. En dat je bijvoorbeeld ook een verplichte RINE, dus een risico-inventarisatie en evaluatie, moet hebben. Als er dan sprake is van verzuim, krijgen wij nog regelmatig de vraag: waar moet ik zijn en wat moet ik doen? Ondernemers die de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzekeren, die kunnen dus zelf kiezen bij welke arbeidsdienst zij zich aansluiten. Maar zij kunnen ook kiezen voor een arbeidsdienst waar een verzekeraar een samenwerking mee heeft. Het laatste is natuurlijk het meest handig, want dan heb je alles op één plek geregeld. Als het nou over de MKB Verzuim Ontzorgverzekering gaat, dan heb je als ondernemer dus geen keuze voor de arbeidsdienst. De verzekeraar die maakt vooraf een keuze met welke arbeidsdienst die dit product aanbiedt. En dat is dus ook de arbeidsdienst waar je je bij aan moet sluiten. Dat betekent dus dat veel bedrijven moeten wisselen van arbeidsdienstverlener. En hou daarbij rekening met een opzegtermijn van veelal 3 maanden. Als er dan werknemers ziek zijn en je gaat wisselen van arbeidsdienst, dan moet een zieke werknemer toestemming geven om het medisch dossier over te hevelen van de ene naar de andere arbeidsdienst. De ondernemer moet er natuurlijk voor zorgen dat het dossier wat er al is, met betrekking tot alle activiteiten die er al hebben plaatsgevonden, dat je dat dossier beschikbaar hebt voor de nieuwe arbeidsdienst, zodat zij verder kunnen gaan met de verzuimbegeleiding. Misschien nog overbodig om te zeggen, maar als er voor de ontzorgverzekering wordt gekozen, dan geldt die dekking natuurlijk voor alle nieuwe ziekmeldingen waarvan de eerste ziektedag na de ingangsdatum van deze verzekering ligt. Waarom de MKB Verzuim Ontzorgverzekering? Nou, wij merken vooral dat ondernemers het belangrijk vinden om financiële zekerheid te ervaren. Dus een van de grootste voordelen van deze verzekering is dat interventiekosten voor 100% worden vergoed. Interventiekosten, dat zijn kosten, extra kosten die gemaakt worden met als doel om die werknemer eerder aan de slag te helpen. De bestaande verzuimverzekeringen is het vaak zo dat de verzekeraar wel mee wil betalen aan een vergoeding van die kosten. Dat kan bijvoorbeeld 50% of 80% zijn. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een arbeidsdeskundig onderzoek, wat vaak aan het eind van het eerste ziektejaar wordt ingezet, dan worden die kosten vaak niet vergoed. Met de verzuimontzorgverzekering weet je zeker dat die kosten dus voor 100% worden vergoed. Interventies kunnen op die manier dus ook sneller worden ingezet, omdat er geen overweging meer voor deze financiële kosten gemaakt hoeven te worden. En dat stimuleert natuurlijk de snelheid van de reïntegratie. Een ander bijkomend voordeel is dat de werkgever zo veel mogelijk ontzorgd wordt in de activiteiten met betrekking tot de reïntegratie. En dat geldt niet, daar wordt niet alleen de werkgever bij betrokken, maar ook de werknemer wordt daarbij betrokken. Omdat aan het eind van het eerste ziektejaar bij de werknemer financieel inzichtelijk wordt gemaakt wat het voor gevolgen heeft op het moment dat je in de WIA terechtkomt, dus na 2 jaar verzuim. Tot slot is de poortwachtergarantie ook een zekerheid. Als alle adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd en aan het eind van 2 jaar ziekte zou blijken dat het UWV het dossier toch niet goed genoeg vindt en er volgt een sanctie, een zogenaamde loonsanctie, dan zal de verzekeraar die sanctie voor haar rekening nemen. En dat is natuurlijk ook een belangrijke zekerheid als het gaat om de verzuimontzorgverzekering. Nou, tot slot, niet geheel onbelangrijk, de kosten voor de verzuimontzorgverzekering. De meeste verzekeraars, niet allemaal, die rekenen een iets hogere premie voor deze dekking. Maar als er sprake is van langdurig verzuim, dan wegen deze extra kosten nauwelijks op tegen de voordelen van de interventiekosten. Het arbeidsdeskundig onderzoek, wat ik net al zei, dat kost vaak zo rond de €1100. En de tweede spoorreïntegratie, dus vaak na dat arbeidsdeskundig onderzoek, begint al snel vanaf €2000. Dus deze kosten die zijn snel terugverdiend. Het is fijn dat ondernemers alles op één plek geregeld hebben, financiële zekerheid hebben en met al hun vragen op één plek terecht kunnen. Dan kunnen de ondernemers zich weer bezighouden met waar ze goed in zijn. En dat is hun eigen business.